Ik heet Constance Wieboud. Ik ben in 1920 geboren. En ik ben met de mode begonnen na de oorlog als broodwinning. Omdat ik was opgeleid op de Rijksacademie als beeldhouwer en daar was helaas niks mee te verdienen. En met tekenen wel, met mode tekenen wel. Dus zo ben ik begonnen na de oorlog in 1946. En ik heb het eigenlijk het exact leesbaar tekenen geleerd bij een Amerikaanse krant, want hier was geen opleiding voor. Amerikaanse krant in New York, Women's Wear Daily. Daar was ik tekenares en daar moest je dus confectie tekenen van een hanger met precies alle details leesbaar, hoeveel knopen, de stiksels langs de kraagjes, want dat was allemaal belangrijk voor de verkoop. Het ging natuurlijk om confectie die en masse verkocht werd. En die werd verkocht op details. Dus dat moest er allemaal in. En later, toen ik voor het theater werkte, om kostuums te ontwerpen voor toneelstukken, heeft me dat geen windeieren gelegd, want dan moet je voor de coupeur ook precies, ondanks dat beeldschone, kunstzinnige ontwerp, dan moet toch duidelijk zijn hoe zo'n kraag zit. Want als je hem zo breed tekent en hier zo breed, dan krijg je dat ook in dat kostuum. Dus je moet het werkelijk zo tekenen dat die coupeur dat na kan maken. Dus dat heb ik daar geleerd. En verder, ja, de chic, wat eigenlijk het belangrijkste was in die tekening. Wat is chic? Ja, daar moet je gevoel voor hebben. Wat is chic? Zoals een vrouw staat of zoals ze zo'n hoed opzet. Of wat de valling van een draperie of zoiets. Dat moet je in de praktijk opsteken. Dat is eigenlijk het moeilijkste van mode tekenen. Wat is chic en hoe krijg je het op papier? Dat is het moeilijkste wat er is. Maar dat hoeft vandaag niet meer. Het zijn allemaal nu de modetekeningen die ze nu in de bladen zetten, zijn stripfiguren, karikaturen. Dus nu chic hoeft niet meer. Verdient je man er niet genoeg, vroegen ze aan mij, omdat ik werkte. Ik zeg, ja hoor, die wel. Ja, dat was natuurlijk onzinnig. Ik ben hier aan de overkant opgegroeid, een helft van die villa. Mijn moeder was bioloog en die werkte voor de GGD. In Amsterdam, mijn vader was hoogleraar aan de universiteit. En het waren vier meisjes. Het was vanzelfsprekend dat je ging studeren of een vak leerde in ieder geval. Maar hij zei, maak het af, want je zal misschien wel trouwen, maar je weet maar nooit of dat je tenminste jezelf je brood kan verdienen. Nou, dat was natuurlijk heel goed van hem gedacht, want mijn oudste zus is dokter geworden. En we zijn allemaal wat geworden. Dus ik wist niet beter of je ging met je talenten iets doen, werken, iets verdienen. Ik ben dan gaan beeldhouwer zijn. Je doet er wat mee. Je gaat niet zitten wachten tot je misschien gaat trouwen. Maar het was natuurlijk toch wel zo in die tijd, op de middelbare school. Die meisjes die hoefden niks, want die gingen toch trouwen. Ik was zo'n rood nest, zoals je begrijpt natuurlijk. En mijn tante die vond het zo vreselijk dat ik voor Elsevier ging werken, dat hij wou dat ik niet de naam Wieboud gebruikte. Ik zei, nou. Ja, dat heb ik natuurlijk niet naar geluisterd. Ik heb toch de naam Wieboud gebruikt. En toen ik mijn tickets en de vieze, zoals dat vroeger heette, accepteerde van de secretaresse van de hoofdredactie, toen zat daar een mevrouw in die kamer en die zei, Annie, wanneer komt die modejuf eigenlijk? En toen zei Annie, mag ik je even voorstellen, dit is Constance Wieboud, onze nieuwe moderedactrice. Nou, dat was natuurlijk ik wist natuurlijk niet hoe ze kijken moest. Maar dat was dus de sfeer, een modejuf. En dan moet je dus je overal waarmaken. Niemand heeft daar ooit van Elsevier gehoord. Dus je krijgt in Parijs een permis speciaal, heet dat. En dan mag je dan die collecties bezoeken, want iedereen anders moet er heel veel geld voor betalen om zo'n collectie te mogen zien. Al die confectionaires, die moesten daar 3.000-4.000 gulden was het nog voor betalen om binnen te komen überhaupt. En ik mocht er dan in en ik mocht zelfs tekenen, maar natuurlijk niet tijdens de shows. Streng is nog altijd streng verboden. Mensen denken altijd dat die modeshows in Parijs, dat je daar taartjes en champagne krijgt en thee en zo. Dat is niet zo. Je zit op een onmogelijk stoeltje. En je moet je mantel in de winter, dan heb je een dikke mantel, die moet je oprollen en onder je stoel leggen.
En dan zit je met een schetsboekje of een notitieboekje en dan komt het voorbij. En dan wordt geroepen, Tristan Katerwendis, of noem maar wat op. Dus het nummer. En soms een naam, dan is het Stockholm of Budapest of zoiets. En als je denkt, dat is geschikt voor mijn doel om de Nederlandse vrouw te laten zien, dan noteer ik dat nummer en zet er snel bij Donegal Tweed of Tafta of zoiets of juweel. Afgezet met dit of dat, zet ik heel snel bij, want dan komt het volgende nummer al. En je zit al ongelukkig, je moet om de mensen heen kijken. Later zat ik dan wel op de eerste rij, maar Cardin, die dol op me was, zat ik op de eerste rij. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd, je moet soms vechten voor je plaats. Dus je zit al ongelukkig, je kan de lengte van de zoom niet zien. Dus je zit dat allemaal te noteren en dan heb je 5 of 6 nummers die je dan voor de krant wilt tekenen. Nou, en dan krijg ik die nummers en dan komt dus de double. Dat is dan een mannequin die dezelfde maten heeft, maar niet zo mooi is. Die dus niet de shows loopt. En die komt voor je staan en die krijgt er geld voor. En dan die tekeningen, dat is mijn documentatie. En dan dat moet goed zijn. Ik kan niet zeggen, mag ik het morgen nog eens overdoen. Ik moet het in 1 keer, moet het erop staan. Dat is wel eens hectic. Dan word je wel eens heel erg vergiftigd door de adrenaline. Maar goed, ik vond het heerlijk om te doen. Dus het is heel heftig. En dat is dus niet in 1 huis, maar dat zijn er ja, wel 10 waar ik naartoe moest. Als ik tekende, was ik gelukkig. En al de moeizaam, hoeveel migraineaanvallen ik in Parijs heb gehad, doordat die afspraken dan weer niet nagekomen werden, of ze kwamen te laat, of ze waren... Enfin, en eindelijk bracht ik tenslotte mijn eigen mannequin mee. Die betaalde ik ook, maar dan wist ik tenminste dat ze op tijd kwam. Dat was een Hollands meisje die woonde in Parijs. En die had een goede maat, dus die kwam dan voor me poseren tot woede van de mannequins van het huis. Want het was natuurlijk toch een extra centje voor ze om te poseren voor die tekenaar. Maar ik wou dat gezeur niet. En nou, als we dan zaten te tekenen en zij poseerden, dan was ik gelukkig. Met tekenen ben je gelukkig. Ik doe het nog altijd. Dat is enorm inspirerend natuurlijk. Zeker bij Balenciaga, bij Lanvin heb ik veel getekend. Bij Grey, bij Balmain, prachtige dingen. Dat was eerste pagina nieuws, hè? Wat er gebeurde daar in die modehuizen. Dus hoe hoog de rok is en de taille enzovoort. En de kraag en de mouwinzet. Het waren allemaal dingen die mensen wilden weten. Dus daar kon je dan een bericht van sturen. Maar dan mocht je dus alleen maar een croquis de tendance. Dus een tekeningetje maken met een vraag, zo'n lijn of zoiets. Hè, de nieuwe lijn. Dat mocht je dan wel sturen. Maar er was geen fax. Er was geen telex. Zeker geen e-mail en al dat soort van dingen. Dus als ik in Parijs was, dan moest ik met die kopie die ik op mijn Hermes machinetje had zitten uittypen en die tekeningen naar het Gare du Nord voor de nachttrein naar Amsterdam. En dat gaf ik dan aan de hoofdconducteur. En dan kwam die nachttrein aan om 7:30 ochtends of zoiets. En dan moest er een loopkind, zo heette dat dan, van de krant aan het Centraal Station staan. Die kregen dan die kopie. Zo kwam het in de krant. Dan als het dus op het laatste moment was. Soms gebruikte ik de croquis zelf. En soms ging ik het opnieuw met penseel en zwart en wat kleur eroverheen tekenen. En dat kwam in de krant. En dan moest dat op de publicatiedatum persklaar zijn. En dat was vaak een hele hectische toestand. En dan zei de hoofdredacteur, hoeveel pagina's heeft u nodig? Nou, welke hoofdredacteur zegt dat tegen een redactrice? Dat komt als niet voor. Dan zei ik 5 en dan kreeg ik er 5. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk. En soms een double spread waar ik dan kleur op kon gebruiken. Het was dan krantenformaat, dus niet het tabloid formaat, maar krantenformaat. En dan kreeg ik dus 5 grote pagina's. En dan zette ik 6 of 7 figuren op zo'n pagina, die ik dus of direct in Parijs had getekend met inkt, met een penseel, of de potloodtekening die ik dan uitgewerkt had. Een spijkerbroek, een t-shirt en een jack. Als je nou zegt, wat is mode? Dat is mode. Er zijn wel mooie kleren, dat is iets anders. Je kan wel mooie kleren kopen in de Beethovenstraat of in de PC Hoofdstraat. Maar mode is veel minder democratisch. Dat is iets wat
algemeen over de hele wereld dan wordt geaccepteerd als de nieuwe lijn. Dat is er niet meer. Dus dat is mode. Dat is mijn idee van wat mode is. Dat zie je overal. Terwijl natuurlijk in de tijd van de New Look, dat zag je inderdaad overal. Toen was ik in New York. En die redactrices van Women's Wear Daily, die kwamen dan binnenzeilen met hun petticoats. En dan hielden ze hun hoeden op, want ze moesten toch weer direct naar buiten. Dus grote hoeden en lange handschoenen zagen er natuurlijk schitterend uit. Ja, dat was internationaal. En dat is het niet meer. Spijkerbroek is internationaal, ja, dat wel. Het woord chic is ook helemaal uit de mode. Vroeger had je gedistingeerd en allure en chic en elegant. Dat is er niet meer. Dat hoeft niet meer. En wanneer is dat opgehouden volgens u? Dat is opgehouden met Waterloopplein-mode. Dus dat iedereen... Ja, dat is dus eigenlijk hippie-tijd. Het is een statement. Hè? Ik ben... Ja, misschien noem je het proletarisch. Ik weet niet hoe je het zou moeten noemen. Maar ik wil dus niet rijk lijken. En dat is... Funest natuurlijk voor mode, want mode wil je juist rijk lijken.